Maar ik heb allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik zie er echt niet uit. Ik heb geen make-up op. Mijn wenkbrauwen. Die zie je amper. Zo licht zijn ze. Maar goed. Het is vandaag woensdag. Ik heb vanmorgen al gesport. Het is ondertussen alweer 1 uur van de middag. Maar ik wilde doen een stukje filmen terwijl mijn camera leeg. Dus die heb ik eventjes in de oplader gaan heel de middag. Want ik heb namelijk een pakketje binnengekregen van Look Fantastic. Met echt allemaal super leuke dingetjes. En ook echt dingen die ik echt nodig had. Ook weer een kortingscode voor jullie. Maar die zal ik wel eventjes in beeld zetten of in de beschrijving zetten. Volgens mij is het Fleur LF uit mijn hoofd. Weet ik niet zeker, maar het komt nu eventjes in beeld. Nogmaals, let niet op hoe ik eruit zie. Maar let wel op de spullen die ik heb uitgekozen. Ik ga beginnen met iets wat mensen misschien raar vinden dat ik het heb uitgekozen. Maar dat is een nieuwe elektrische tandenborstel. Of nou, een nieuwe. Ik poets altijd gewoon met de hand. Ook altijd vroeger bij mijn ouders thuis heb ik het altijd gedaan. Ik heb eigenlijk nooit elektrisch gepoetst. Omdat ik duw altijd echt heel hard. En met zo'n ding kan dat natuurlijk niet. Maar ik dacht misschien is het wel een keertje goed om dit aan te gaan schaffen. Dus toen zag ik deze op hun website van Oral-B. Gewoon een grijze. Prima kleurtje, dus die heb ik uitgekozen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem straks in de oplader zetten, zodat ik hem vanavond gelijk lekker kan gebruiken. Voor schone, frisse tandjes. Dan heb ik iets uitgekozen wat ik echt heel veel gebruik. Alleen de mijne ben ik gewoon kwijt. Ik zou wel goed niet weten waar die is gebleven. Maar dit is dus een haarhanddoek. En dit is van zo'n speciaal merk. Veel beter voor je haar. Het is van Aquis Hair. Als ik het zo goed uitspreek. Ik heb geen idee. En ik ben voor de oranje kleur gegaan. Heel veel zomerkleurtje. Kijk, dit is het merkje. Hoe het heet waar het vandaan komt. Maar dit is dus gewoon een handdoek die je dus zo na het douchen zo hoppakee, op je hoofd kan zetten. Vind ik altijd echt heel erg handig. Want als heb je die vieze natte haren in je nek hangen en zo. Maar goed, deze dus. Dan als we toch in het haarthema zitten. Ga ik even dit erbij pakken. Ik heb namelijk weer mijn Olaplex collectie aangevuld. Ik gebruik echt al een jaar denk ik Olaplex. En mijn shampoo was bijna op. Dus ik heb een nieuwe shampoo, de nummer 4. Vind ik echt heel erg fijn deze shampoo. Ik gebruik ook de conditioner erbij, maar die heb ik nog een hele fles van. En ik gebruik ook de zilver shampoo van Olaplex. Vind ik ook echt heel erg fijn werken, maar die had ik nog. Dus die heb ik niet uitgekozen. Maar ik ben wel gegaan voor nog eventjes wat extra verzorging. Als allereerste nummer 0. Dat is deze. Die doe je dus als eerste in je haar. Laat je 10 minuutjes intrekken. Je doet een beetje op vochtig haar, handdoek droog haar. Laat je 10 minuutjes intrekken. Dan doe je de Olaplex nummer 3 doe je er overheen. Laat je ook weer 10 minuten intrekken. En dan ga je dus onder de douche en dan was je het met 4, 5 en de hele mikmak. Dit heb ik toen echt een tijdje gebruikt. Vond ik echt super fijn werk. Alleen toen raakte die 0 raakte toen op. Eigenlijk nooit meer opnieuw gekocht. En toen zag ik het op de site staan. Toen dacht ik, weet je, ik ga het weer lekker kopen. Dus deze, de nummer 0 en de nummer 3. En dan laatst had ik dus van Charlotte, vriendin van Rosa, waarmee ik ook naar Bonaire was. Die vertelde toen dat zij de nummer 8 gebruikte. Dus die had ik toen gekocht en die vond ik ook wel heel erg fijn. Alleen die is ook op. Dus ik heb hem opnieuw uitgekozen. Ja, ik ben echt helemaal fan van Olaplex. Voor de mensen die misschien niet weten, ik heb nu extensions. Niet voor lengte of zo, maar voor de dikte. En eind juni zitten die er alweer 3 maanden in. Dus ga ik ze er eventjes uit laten halen voor 2 weken. Mijn haar eventjes helemaal iedere dag in de Olaplex flikkeren. En dan weer opnieuw extensions zetten voor vakantie. Maar goed, dat is pas over een tijdje. Maar ik vind Olaplex gewoon heel erg fijn werken. Mijn haar is gewoon heel erg beschadigd en dood. En ja, het is niet best. Dus ja, Olaplex helpt er gewoon heel erg bij. Oké, next. Ik heb 2 maskertjes. Misschien dat ik dat vanavond wel lekker op ga doen of zo. Of nee, zaterdag of vrijdag lekker. Ja, dat ga ik doen. Maar in ieder geval dit maskertje van Garnier. Dus zo'n sheet mask. En dit is voor hydratatie. Heel erg lekker. En dan heb ik van Garnier ook zo'n oogmasker dingetje. Geen idee waar dit precies goed voor is. Maar vond ik ook wel heel erg lekker. Dus die 2. Dan ga ik natuurlijk over precies 2 weken. Vandaag zit ik, ben ik in Zakynthos met dag. Maar op Zakynthos. Het is een eiland. En toen zag ik op hun website zag ik deze tanning oil. Factor 20. Toen dacht ik,
handig om uit te zoeken en mee te nemen. Het is voor een ideale bronzen tan. F-axartje 20 dus. Dus deze van Garnier. Dan heb ik nog twee dingetjes qua kwasten voor mijn make-up. Ik ga het er gelijk eventjes uithalen. Mijn kwastje voor mijn wenkbrauwen werd een beetje, ja, gewoon... Soms moet je dat gewoon vervangen, dus dat heb ik nu gedaan. En ik heb deze. En het is van het merkje... Volgens mij Clenshy of zoiets. Oh nee. Ha, grapje. Nanshy. Nanshy. En dit is de... Welke brush is dit? De Angled Detailer, als ik het goed uitspreek. Dus een nieuw wenkbrauwkwastje. En dan heb ik er nog eentje. Want vroeger deed ik dus altijd heel netjes en mooi. Onder mijn wenkbrauw deed ik altijd zo sharp. Zo met concealer. Dat doe ik nu echt nooit meer. Maar toen zag ik dus deze. En toen dacht ik, misschien moet ik dat weer een keertje gaan proberen. Dus dat is deze. De Flat Definer. En dan als laatste heb ik nog twee lipproducten. Ik ga als eerst met deze beginnen. Ik denk dat iedereen die lip oil van Dior wel kent. Die heb ik ook, maar die was dus toevallig op. Of nou toevallig. Hij is al een tijdje op. Ik zit dat ding echt helemaal uit te melken. Tot de laatste druppel die eruit komt. Maar toen zag ik dus bij Look Fantastic dat ze van Juicy Po. Ik ken het merk niet. Dat ze een soort van iets gelijks hadden. Dus ik dacht, dat vind ik wel leuk om uit te proberen. En dat Dior ding kost echt 40 euro. En op ieder feestje dat je staat, wil natuurlijk iedereen dat je zijn lippen insmeert. Dus dat ding gaat zo op. Dus ga ik naar water maar doen. Dus ik dacht, laat ik deze proberen. Lekker. Ja, heel lekker. Dus dat is die. En dan als laatste heb ik een lipglossje uitgekozen van NARS in de kleur Chelsea Girls. En dat vond ik ook echt een hele mooie kleur. Zoe en Biba hebben een lipstick van NARS, of een lipgloss van NARS. Ik weet niet welke kleur ze hebben. Maar als ik die af en toe van een jat vind ik die wel erg fijn. Dus ik dacht, ik koop er zelf ook eentje. En ik hou nooit van die hele extreme kleurtjes. Maar dit vind ik wel mooi. Heel mooi oud roze kleurtje. Dus dat is alles wat ik van Look Fantastic heb gekregen. Kortingscode staat hier in beeld. Ik ga eventjes wat boodschappen doen voor vanavond. Even wat dingetjes halen. En ik wilde eigenlijk dus vandaag mijn kamer opruimen. Weet niet of ik dat nog ga doen. Ja, ik moet het eigenlijk wel echt doen. Het is echt een bende. Nu hier ook weer door al die spullen hier natuurlijk staan. Maar kijk, ik zal het jullie even laten zien. Het is echt schandalig. Kijk, die doos kan weg. Dit moet ik terugsturen. Die doos kan weg. Dat kan ik op zich wel eventjes weg gaan gooien. Dat is niet heel veel moeite. Ik ben ook aan het zoeken naar mijn outfits voor open air. Want dat is... zondag. En ik vind het echt knap lastig, kan ik jullie vertellen. Maar ik heb dus deze broek dus ooit gekocht voor open air voor 2 jaar geleden. En ja, die heb ik toen nooit aangehad. Want open air ging toen niet door corona. Maar ik dacht, misschien kan ik hem nu wel aan. Misschien is dat leuk. Maar goed, ik heb echt nog geen idee. Nou, ik weet niet of ik nou gek ben. Maar ik probeer die elektrische tandenborstel dus in het stopcontact te doen. Maar hij gaat er gewoon niet in. Dat ding, die pinnetjes staan te dicht bij elkaar voor het stopcontact. Ik heb ieder stopcontact in thuis geprobeerd. Ik wil gewoon een soort van fout. Ik krijg hem er gewoon niet in. Verdomme. Heb ik nou eindelijk een elektrische tandenborstel? Dat gaat ze niet in. Het is vandaag donderdag en ik zie er echt zo verstrooid uit. Ik moet morgen ook echt maar was, maar ik had er vandaag eigenlijk nog niet zo heel veel zin in. Het is alweer donderdagavond. Zoals je misschien aan de zon kunt zien, want die gaat een beetje onder. Ik ga jullie even zo neerzetten. En even uit de zon. Maar het is dus donderdagavond alweer. Beweeg ik niet te erg. Ja, jullie wankelen wel een beetje. Ik hou wel vast. Het is nu dus donderdagavond. En we gaan vanavond eventjes met die meiden. Gaan we gezellig bij Dagmar haar ouders thuis zitten. Haar ouders zijn op vakantie. En die hebben gewoon een tuin. En een heater. En super chill en gezellig. Dus daar gaan we vanavond eventjes zitten. Ik ben nu nog thuis, maar ik merk gewoon zo erg aan mezelf dat ik de afgelopen dagen zo weinig energie heb. En ik weet ook wel waardoor dat waarschijnlijk komt. Ik ben een soort van klein dieetje aan het volgen. Want we gaan natuurlijk over 2 weken naar zijn kind. Dus ik wil eigenlijk dan gewoon even net eventjes iets strakker zijn. En bij dat dieet leef je gewoon namelijk op kwark. Heel veel kwark, echt heel veel kwark. Dus ik heb gewoon zo weinig energie en gewoon alles kost zoveel moeite. Ik heb het ook super koud.
heel de dag door. Terwijl mensen die mij kennen, die weten dat ik het altijd echt bloedheet heb. Want als we naar een festival gaan, dan heb ik altijd de blootste benen, de blootste armen. Iedereen mag mijn jas of mijn trui lenen, want ik heb altijd bloedheet. Ik lig wel echt heel de tijd onder die dekentje. Dus ik ga straks naar de dag waar ik echt een dikke trui meenemen. Maar goed, daarom dat ik misschien ook wel minder de camera erbij pak. Ik heb vandaag eigenlijk ook echt geen reet gedaan. Zaterdag wordt ook een hele leuke dag, want dan gaan we met die meiden van Habs en Louis. Die hebben een boottocht geregeld met Stijls. Lekker feestje op de boot, lekker zuipen. En we mochten vriendinnen meenemen. Dus Zoe en ik nemen wat vriendinnetjes mee. En dan gaan we daarna lekker uit eten bij Impero Romano. Dan skip ik dus eventjes mijn dieet voor die dag. En zondag gaan we dus naar open air. Dus wel echt hele leuke dagen. Maar goed, nu ben ik een beetje saai. Ik ga even lekker YouTube filmpjes verder kijken. Het is nu 7:05. Ik denk dat ik over ongeveer 3 kwartier zo naar de dag maar toe ga. Dus ja. Het is vrijdag vandaag. En ik heb vandaag besloten even wat op mijn leven te maken. Ik ga even lekker naar de stad toe. Ik denk dat ik deze blazer aantrek als jas. Ik weet niet of het leuk staat. Ik hoop het. Oh. Of is het heel warm? Of kan dit wel? Ik weet het niet. Soms echt vind ik blazers zo leuk. En soms denk ik echt, het staat echt zo niet bij mij. Nou, ik doe dit gewoon aan boeien. Maar goed, ik ga dus eventjes naar de stad. Want gisteren waren we met die meiden en Biba had zo'n leuke broek. Maar ik heb daar dus ook een kimono bij. Dus ik dacht, als ik dan een kimono koop, hebben we niet helemaal hetzelfde. Maar ik vond het wel echt heel erg leuk. Ik zit nu te denken, ga ik het niet heel heet krijgen met dit. Want het is echt vandaag heel erg warm buiten. Ik ook schoenzak aan doen. Ik denk deze. Kan dit eronder? Ja, ik doe gewoon niet aan boeien. Maar goed, dat dus. Even naar de Zara. Ga ik nu doen. Het is nu 11:00 of zo. Ik heb net eventjes lekker gedoucht, make-up gedaan, ontbeten. En misschien kan ik nog wat leuks vinden voor open air met een hoodie. Want het gaat echt alleen maar regenen. En eigenlijk ook nog even wat terugbrengen bij de Zara. Een shirt eronder is echt vele malen beter. Ik ga eventjes mijn spullen pakken en dan ga ik lekker naar de Zara. Helemaal zin in. Eigenlijk. Borstjes. Zo bloedheet. Echt. Oh, jullie zien echt geen reden. Ja. Oh, ik wist echt niet dat het zo warm zou worden. Maar ik heb wel gekocht bij de Zara. Kijken. Ik zal eerst lekker druifjes gehaald bij de Jumbo om te eten. En ik zag dus die broek en die kimono erbij wat Biebe had. Of nou, Biebe heeft alleen die broek. Dus ik ook die broek pas, want ik vond hem zo mooi. Maar hij was echt een beetje te groot. En sowieso in de lengte was hij al sowieso te lang. Maar dat weet ik eigenlijk wel, want alle broeken zijn voor mij te lang. Dus die had ik sowieso moeten inkorten. Maar hij was ook in de breedte te lang. Dus dan moest ik hem wat lager dragen. Maar dan ging dat kruis weer heel erg hangen. Dus ik weet niet, ik twijfelde een beetje, want dan dacht ik, ja, dan moet ik ook. Moet ik hem ook in de breedte gaan laten innemen? Dus daar twijfelde ik nog een beetje over. Maar ik had de kimono gepast. Die vond ik zo intens leuk. Ik vind het printje gewoon echt wel heel erg leuk. Maar dit is die kimono. Kijk even dat printje. Ja, jullie hebben het op dat aanfilmpje ook kunnen zien. Echt heel erg leuk. En ik dacht, dit is ook gewoon leuk met een beige topje eronder. Ik heb zo'n off-shoulder topje in het beige, ook van de Zara. Ik dacht, die is wel leuk eronder. En dan misschien een spijkershortje of ook een beige shortje. En dan van die hoge cowboy laarzen. Dat is echt heel erg leuk. En dan mijn hoed erbij. Cowboys hoed. Dus die heb ik gekocht. Die was €50. Ik heb om 2:00 eventjes een belletje met iemand. Voor boekhouding en zo. En verder heb ik vandaag eigenlijk geen reet op de planning staan. Het is nu pas 12:30. Ik ga even lunchen. Ga even druiven eten. En misschien denk ik maar gewoon in de middag op het balkon liggen of zo. Ik heb echt geen idee. Ik ga gezellig met Biba eventjes wat drinken op het strand. Want het is dus echt super lekker weer buiten. Ze is nu klaar met school. Ze is hier best wel dicht in de buurt. Dus dan hou ik er zo meteen eventjes op bij de tram. En dan rijden we samen lekker naar het strand toe. Even wat drinken.
heb wat anders aangedaan. Shirtje is van de H&M. Broek is van Alex de Label. En dan rooi is op een brandje onderaan. Of zou ik er een soort body onder doen? Ik weet het niet. Die broek wordt ook echt een beetje te rood. Maar goed. Dieet hervatten de zondag. Oh. Ja, ik heb hier echt heel veel zin in. Oh. Het is vandaag zaterdag. Ik heb mijn make-up en haar, zoals jullie net konden zien, helemaal gedaan. Vandaag gaan we met Habs en Stels. Hebben ze een boottocht georganiseerd. Een partyboot. Dus daar gaan we vandaag naartoe. Met iedereen van het management. En we mochten ook wat vriendinnen meenemen. Dus Keer, Biba en Maria gaan ook mee. Want Charissa, Kes en Dagmar moesten werken. Dus die konden helaas niet mee. En daarna gaan we dan gezellig in Amsterdam uit eten bij Impero Romano. Want Maria en Zoe wilden daar al super lang een keertje eten. En het zit er echt in de straat waar we zeg maar weer afstappen. Maar het is nu 2:30. Ze zijn hier om 3:00. Dan pakken we de Sixt. Dat is een huurauto. En dan gaan we naar Amsterdam toe. Maar ik heb nu dus nog 1.5 uur over. En morgen is Amsterdam open air. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om een TikTok te maken met alle outfit opties die ik heb. Ik heb ze hier op mijn bed een beetje klaar liggen. Nog niet alles heb ik gepakt hoor. Maar ik heb een cargo broek met een blauw topje. Ik heb een hele lange kimono met een wit topje en dan een spijkerbroekje moet ik even pakken. Ik heb een glitterbroekje met dit t-shirt en dan zebralaars eronder. Lijkt me ook wel gaaf. Ik heb die broek van Alex de Label met een zwart topje. Ik heb hier een kimono liggen en ik heb hier nog een Zara rok met 2 eventuele topjes. Maar goed, en dan hoop ik dat TikTok mij kan helpen met een keus maken. En dat het weer morgen een beetje mee zit, want er staat regen voorspeld. Dus dat is echt heel jammer. Ja, dit is Priem. Sunshine. Sunshine, you're my sunshine. Oh, cute pie. Oh, lekker. Het is vandaag zondag, de dag van Amsterdam Open Air. Het is tot nu toe nog droog, dus echt, ik hoop echt dat het droog blijft ook. Ik zie er echt niet uit. Gisteren zijn we dus wezen varen op de Stelsbus. Volgens mij heb ik er echt geen reet gefilmd. Echt deze week nog zo slecht gefilmd weer. Sorry. Maar goed, we gingen dus op de Stelsboot. En daarna zijn we met die meiden zijn we uit eten geweest bij Impero Romano. Het eten was heel lekker, alleen we vonden allemaal het sfeertje niet echt wat voor ons. Het was echt heel rustig en netjes. En er stond ook niet eens een lekker muziekje aan of zo, achtergrondmuziekje. Dus ja, het was wel heel lekker en gezellig met die meiden. Alleen de zaak is het denk ik niet helemaal voor ons. Oh, sorry. Zo slecht beeld dit. Ik ben echt zo niet oké bezig. Maar goed, daarna zijn Biba en ik nog naar Colorado geweest met z'n tweeën. Dat was wel echt heel erg leuk. Nog eventjes gewoon even naar binnen. Verder is dus vandaag open air. Ik hoop echt, echt, echt dat het niet zo gaat stortregenen als dat er voorspeld staat. Maar ik ga nu eventjes mijn make-up doen en mijn haar doen. En dan zijn over een uur ongeveer die meiden hier al. En dan gaan we met de Sixt gaan we erheen. Ik heb ook allemaal outfit opties. Hebben jullie gisteren in die TikTok kunnen zien. En ik weet echt nog steeds niet wat ik aantrek. Dus dan moet ik ook nog gaan kijken. En ik moet wat van dit bekkie gaan maken. Vandaag donderdag en ik heb echt even een paar dagen niet gefilmd. Eigenlijk deze hele week al niet. Dus ik ga vorige week vlog en deze week vlog bij elkaar samenvoegen en dan samen online zetten. Ik weet niet of je het nog een beetje aan mijn stem hoort of aan de manier hoe ik praat. Maar ik heb eigenlijk sinds... Ik heb al best wel een tijdje last van mijn keel, maar gewoon af en toe hoesten en dat was het. Maar nu sinds afgelopen weekend,
doet het gewoon echt super veel pijn. En als ik hier druk, voelt het ook echt alsof ik blauwe plek heb. En nu ook als ik veel praat, ik merk het gelijk als ik praat, doet mijn mond gewoon heel erg veel pijn. En ook mijn tong, ja, ik weet niet of ik het kan zien, maar hierachter is gewoon helemaal rood en dik. En ik ben naar de dokter geweest, maar die zei van ja, ik zie het alleen dat het aan de linkerkant ontstoken is. En je hebt het nog niet langer dan een week, dus ik mag je er niks voor geven. Heel ruk. Dus ja, dat is een beetje hoe ik me de afgelopen dagen heb gevoeld. Ik voelde me dinsdag voelde ik me echt vooral heel erg slecht. Vandaag gaat het wel weer iets beter, maar ik merk wel dat als ik praat, dus nu ook, dat ik wel weer meer last krijg, vooral aan mijn tong, heel erg. Maar goed, ik dacht, ja, ik moet toch weer een keertje die camera erbij gaan pakken. Oh, slikken doet ook zoveel pijn. Zondag open air was niet echt een succes, zoals jullie misschien hebben kunnen zien. Of nou, kunnen zien, ik heb geen reet gefilmd die dag. We kwamen aan en het was al gewoon vanaf moment 1 aan het regenen. De muziek was heel leuk, het was wel heel erg leuk met die meiden. Alleen het weer was gewoon echt super, super ruk. Ik denk dat als we volgend jaar gaan en ik wil sowieso volgend jaar, want ik wil gewoon een keer een jaar meemaken dat er een zonnetje schijnt, dan denk ik dat het echt een super leuk festival te kunnen zijn. Ik vond het nu al heel erg leuk met echt super veel regen, dus kan je nagaan hoe het is met een zonnetje. Maar goed, ja, even denken wat wil ik zeggen. Oh ja, ik ga woensdagochtend, dinsdag, woensdagnacht, ga ik natuurlijk mijn dag maar op vakantie naar Sakintos. Dus daar ben ik alvast een beetje wat voorbereidingen voor aan het doen. En ik heb 2 broeken die ik heel graag mee wil nemen, maar die ik moet laten inkorten, want die zijn te groot. Oh, nou, die zijn te lang. Dat zijn deze van de Zara. Deze, een beetje kaki kleur. En deze beige, die vind ik echt prachtig. Deze, maar die ga ik dus eventjes laten inkorten bij de kledingmaker hier in de straat. En dan ga ik denk ik eventjes naar het Kruidvat. Alvast wat dingetjes halen die ik nodig heb voor de vakantie. Ik heb dus er wel heel mijn kamer opgeruimd. Gestofzuigd, gedweld. Lekker raampje opengezet. Dus dat is helemaal chill. Ik heb hier alvast wat dingetjes waarvan ik denk dat die meegaan op vakantie. Deze strandtas gaat sowieso mee op vakantie. Heel erg leuk. En ik heb straks nog 2 pakketjes aan jullie. Of die heb ik, die ik aan jullie ga laten zien. Zo kom echt niet aan mijn woorden. Ja, dit is wat ik vandaag aan heb. Deze trui, ik heb echt begot geen idee meer waar die vandaan komt. Broek Zara. En dan mijn gele dunks eronder. Zo. Ik ga deze broek eventjes wegbrengen. Zo, ik lijk echt zo klein in die spiegel. Wow. Ja, ik ga die broek eventjes wegbrengen. En dan, ja, geen idee. Beetje uitrust, of nou, uitrust niet. Maar een beetje niet veel praten in ieder geval. Ik ben alweer een tijdje thuis. Een tijdje. Ik ben weer eventjes thuis. En ik ben naar het Kruidvat geweest. Ik heb nog niet alles gehaald voor de vakantie. Eigenlijk heb ik alleen maar meer nieuwe make-up en zo gehaald. Dan echt dingen voor de vakantie. Ik ga er even bij zitten. Want ik ging een beetje heel erg twijfelen van wat heb ik nou thuis wel, wat heb ik nou niet. Want ik heb echt super veel zonnebrand liggen. Volgens mij heb ik dus ook nog wel wat voor onder de douche. Een make-up remover en zo. Dus ik moest nog even allemaal kijken wat ik nou nodig had. Dus ik denk dat ik morgen nog even terug ga. Maar wat ik wel wist is dat ik nieuwe watjes nodig had. Ik heb wat nieuwe scheermesjes nodig. En deze vind ik altijd heel chill voor zeg maar de grote gebieden. En deze vind ik altijd heel fijn voor de kleine stukjes waar je net niet bij kan met zo'n grote. Omdat die gewoon wat kleiner en makkelijker zijn. Dus die. Even kijken. Dan heb ik dus een nieuwe toilettas besteld net voor make-up en zo. Maar mijn is helemaal vies en ik wil gewoon even alles lekker nieuw. Ik heb ook allemaal nieuwe make-up en zo. Dus ik heb ook eventjes een nieuwe beauty blender gekocht. Dat is nog een keertje nodig. Even een nieuw oogpotloodje. Die gebruik ik altijd van Essence. Echt een euro of zo kost die. Dan heb ik eventjes een lekkere nieuwe lippenbalsem. Deze van Puro. Uit een potje. En als laatste heb ik een tweezerman gekocht. Een kleintje. Ik ben mijn pincet dus kwijt. En Dagmar die heeft dus een tweezerman. En ik vind die van haar zo fijn. Dat ik dacht, ik koop er ook eentje. Maar ze hadden alleen maar roze en zilver. En Dagmar heeft de roze. Dus ik dacht, laat ik dan de zilveren nemen. Dan gaan we niet denken van welke is van wie. Dus dat is wat ik bij het Kruidvat heb gehaald. Kearney komt straks als het goed is hierheen. Dus dat is wel gezellig. Dagmar is ook straks lekker daar met werken. Dus ja,
Ik kan ook echt niet wachten tot dat make-up tasje morgen doet. Want ik heb al gelijk helemaal zin om al die nieuwe make-up erin te doen. Kijk, ligt hier. Nou, deze dingen dan die ik dan net had gekocht. Zo. Nieuwe foundation. Nieuwe bronzer. Nieuwe lipgloss. Nieuwe mascara. Nou, deze kan er dan bij. Helemaal heerlijk om dit straks allemaal lekker in mijn nieuwe dingetje te doen. Echt zo'n lekker gevoel, zo'n schoon make-up tasje. Het is vandaag vrijdag en ik heb met Rosa afgesproken. Want we moeten even wat dingen doen voor samenwerkingen. En daarna is er een bijhoe sale. En Rosa gaat haar helpen, dus ik ga even mee. Misschien nog een leuk kiertje scoren voor vakantie. Ik heb een outfitje aan die ik op zich wel leuk vind. Maar ik moet er wel een beetje aan wennen. Het shirtje is van Anine Bing. Als je het zo uitspreekt, heb ik hem onder mijn BH vastgemaakt. Broek is van de Bershka. En dan heb ik mijn New Balance eronder. Aan de ene kant vind ik het wel leuk, maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje slons of zo. Maar goed, ik hou het gewoon aan. Want ik heb ook geen tijd meer om te kleden. Ik ga nu naar Centraal toe en dan ga ik Roos ophalen. En dan gaan we filmen. Origineel rijden? Ja, het is gewoon heerlijk. Zaterdag vandaag en ja, ik heb echt helemaal niks gefilmd dit weekend, of althans deze dagen. Maar zoals jullie misschien konden zien als jullie me volgen op Instagram, zo, die ging ik even mooi op. Heb ik vandaag en gisteren geholpen bij de Bayou Sample Sale. Ik ging Rosa daar gisteren afzetten. Ik was gisteren natuurlijk met Roos en toen was ik eigenlijk gewoon gebleven om te helpen. En toen zei Roos van ja, morgen ook. Dus ik zei ik wil morgen op zich ook wel helpen als het nodig is. Dus Sjoe zei van, nou, vind ik eigenlijk wel fijn als je morgen ook komt. Dus ik was vandaag ook gaan helpen. En ik heb ook echt superveel, echt super lief heb ik van haar meegekregen. En ik heb wat dingetjes voor die meiden meegenomen. Of nou, dat wilden ze hebben. Dus dat heb ik voor hun gehaald. Hebben ze zelf betaald. Dat ligt hier allemaal. Ik dacht misschien wel even leuk om aan jullie te laten zien. Ik zie nu wel dat mijn batterij ligt. Dus dat is heel kut. Dus ik ga er een beetje snel doorheen. Als allereerst dit badpak. Die hadden we vandaag aan. Dit was zeg maar onze outfit. En gisteren was dit shirtje onze outfit. Die heb ik ook meegekregen. Beige shirtje met hier Bayou. Dan heb ik voor Zoe een handdoek. Dan heb ik zelf dit satijnen zwarte jurkje. Echt heel erg blij mee. Leuk voor op vakantie ook. Dan heb ik aardig wat bikinietjes. Voor mijn moeder heb ik dit broekje. Een hoogbroekje. Met dit topje. Ik denk dat die echt heel mooi gaat staan. Dan heb ik zelf deze panter bikini. Echt love panter. Dit broekje met gewoon een triangel topje. Dat vind ik wel het mooiste. Aangezien mijn boobies een beetje gekrompen zijn sinds ik een beetje ben afgevallen. Lijken ze in dit soort topjes wel ietsjes groter. Dus daar ben ik blij mee. Dan heb ik deze grijze velvet met dit broekje. Ook echt heel erg blij mee. Dan dit topje. Hetzelfde printje als die ik nu aan heb. Met dit broekje. Dit is echt mijn lievelingsbroekje van Bayou. Zit zo mooi. Dan heb ik nog een lounge dingetje. Een kimonootje. Zeg maar een soort badjasje. Super lekker zacht. Echt niet normaal. Dan heb ik nog een bikini, het is echt niet normaal hoeveel. Even kijken. Deze. Dit broekje. Ook echt een heel erg mooi broekje. Met dit topje. Heel mooi topje. Dat had ik van gisteren. Ik heb ook al wat dingetjes. Even kijken. Dit topje van de nieuwste collectie. Triangeltje. Met dit hele mooie broekje erbij. Ook echt prachtig. En voor daarbij heb ik dus nog deze top. Kijk. Die past dus ook qua kleur. Heel erg leuk. En dan heb ik voor die meiden nog wat dingetjes. Even kijken. Ik heb voor Keer dit broekje. En dit topje. En dan ook het broekje hiervan erbij. Die zit in de verpakking.
Dan heb ik voor Biba hetzelfde broekje met het topje. En dan heb ik voor Joey heb ik... Die bikini... Het is vandaag zondag en ik ben mijn koffer aan het inpakken voor Zakintos. Er ga ik eventjes een aparte video van maken. Dat heb ik nu net even besloten. Ik zie er echt niet uit. Maar morgen heb ik daar niet echt helemaal de tijd voor, denk ik. Misschien wel eventjes, maar niet heel erg lang de tijd voor. Want morgen komt, als het goed is, de eerste levering binnen van Fiora. Het is wel echt super kut, als ik het even zo mag zeggen. Want dus niet alles komt tegelijk. Dus we hebben nu echt pas de helft. En dan over ongeveer anderhalve week komt de andere helft. Super jammer, want we wilden het gewoon echt al veel eerder online hebben. Alleen het heeft gewoon super veel vertraging opgelopen. Dus ik hoop dat alles nog lukt. Dat het nog in juni online staat. Dat zou ik echt, echt heel erg graag willen. Maar goed, daar komt morgen dus van alles voor binnen. Dus daar ben ik denk ik morgen heel de dag wel zoet mee. En dinsdag ga ik naar de pedicure, ga ik naar de kapper en ga ik mijn arm laten harsen. En allemaal echt op een kut tijdstip. Ik moet om 10 uur, om 1 uur en om 4 uur. Dus ik heb ook niet heel erg veel de tijd. Dus ik dacht, ik ga het gewoon lekker nu doen. En ik moet ook nog wat dingetjes strijken. Maar ja, dat ga ik zo meteen doen. Ik heb ook nog niet alles, want er zit ook nog wat in de was. En twee broeken zijn nog bij de kledingmaker. Die moet ik dinsdag ophalen. Dus dat kan ik ook nog niet helemaal laten zien. Maar goed, verder qua kleding en zo wel al veel. Wat is dit? Oh, een papiertje. Dus ik denk dat ik dat gewoon alvast lekker ga filmen. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Ik heb net de video gefilmd voor het koffer inpakken. En de koffertjes liggen er al aardig goed bij. Dagmaardeel moet er nog bij. En ik ga nu even wat dingen strijken. Wat er nog bij moet. Ik heb natuurlijk nog ondergoed en zo. Maar dat ga ik denk ik hierin gooien. Dat is echt een tip van mij. Heb je tassen die je meeneemt op vakantie of zo? Gooi gewoon ondergoed en sokken en alles erin. Want dat scheelt gewoon weer ruimte. Dus ja. Dat eigenlijk. Even denken. Ja, ik ga nu alvast even wat dingetjes strijken. En dan kan ik die weer terug doen in de koffer. En verder vanavond ga ik eigenlijk niet heel veel meer doen. Dus dat is lekker. Ik ben mijn wenkbrauw aan het verven. Zoals je misschien kunt zien. Ik heb overal vlekken zitten. Mijn wimpers zitten ook in de verf. Want ik vind het gewoon lekker om op vakantie geen make-up te dragen. Maar als ik mijn wenkbrauwen niet verf, dan heb ik gewoon echt letterlijk geen wenkbrauwen. Dus... ja, die zitten eventjes in de verf. Dinsdag ga ik lekker even naar de kapper. Ga ik mijn armen harsen, mijn voetjes laten doen. Dus even helemaal lekker fresh voor vakantie. Ik ga helaas niet mijn nagels meer laten doen voor vakantie. Maar ze zien er wel echt nog mooi uit. Dus dat was op zich ook niet echt nodig. Ja, ik ga lekker mijn gordijntjes dicht doen. Lekker in bed liggen, filmpjes kijken. Ik wilde eigenlijk Ex on the Beach kijken. Maar we hebben dus een tv waar je alleen mee kan streamen. Niet gewoon live tv kijken. Dus dat kan ik niet kijken. Echt heel zet. Het is vandaag maandag en ik ben net even sporten. En zoals je misschien kunt zien, ook nog even snel naar de zonnebank geweest. Voordat we morgenavond weggaan. Alleen mijn oogleden zijn een beetje verbrand. Maar ook dat is morgen lekker bruin. En ik ben nog eventjes naar Kruidvat geweest in Holland en Barrette. Want ik moet nog wat dingetjes hebben. Even een tandpastaatje gehaald. Een douchegelletje. Ik dacht, ik neem lekker gewoon een goedkope. Want op de terugweg pleur ik het eigenlijk altijd weg op vakantie. Deze 2 deo, die is dus nieuw bij Dove. Het was 1 plus 1. Deze is 48 uur antiperspirant. Zo. Nou, ik vond er wel overtuigend uitzien. Dus die had ik meegenomen. En bij Holland en Barrette heb ik een Haarlemmer bruin gehad. Dat was ook 1 plus 1. Dus ik dacht... eentje voor Ibiza en eentje voor Zakintos. Dus dat heb ik gehaald. Ik ga even een lijstje maken met dingen wat ik nog nodig heb. Volgens mij niks. Volgens mij heb ik in principe wel alles. En dan ga ik verder. Vandaag ga ik eventjes de cover impact video bewerken. Ik ga mijn weekvlog bewerken. En vandaag komt dus een lading van Fiora binnen. Maar dat staat dat het voor 6 kan komen. Dus dat kan nog heel de dag duren. En ik heb het echt bloedheet. Oh. Dus dat. En volgens mij zit verder alles wel in mijn koffer, dacht ik, wat ik wil hebben. Ja, alleen nog even een toilettas dan inpakken. Maar dat ga ik dus allemaal in deze bio-zakjes doen. Voor als het gaat lekken, dan maakt het niet heel veel uit.
Dus dat is wat ik nu even ga doen. Ik heb heerlijk eventjes wat te eten besteld bij Joe & The Juice. Ik vind dus de dingen waar avocado op zitten bij hun, zeg maar, die recept vind ik het lekkerst. De avocado sandwich, dat is met mozzarella en tomaat. En de scrambled egg met bruin brood. En daar zit dus ook avocado op. Maar ik vind avocado laatst niet meer zo lekker. Dus je ziet ook echt hier staan. Zeg maar adresje of niet. Je ziet ook echt hier die twee dingen staan. En dan min avocado. Terwijl dat recept heet zelfs met avocado. Maar goed. Ik ga bij deze gelijk de weekvlog afsluiten. Want dan kan ik hem uploaden. Ik heb net alles bewerkt. Dus dan kan ik dit stukje eraan toevoegen. En dan kan ik hem alvast online zetten. Zodat hij morgen gewoon op tijd online komt voor jullie. Dan kan ik daarna mijn inpakvideo gaan bewerken. Zodat die ook op tijd online komt als extra video voor jullie. Dus dat, ik dacht, dat is wel leuk. Dus ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Hierna komt dus de inpakvideo. En daarna allemaal vakantievlogs van Sakine. Het was echt super veel zin in. Ik wil er eigenlijk proberen 3 te maken. Dus van iedere dag, zeg maar 2 dagen in 1 vlog. Ga ik proberen. Ik ga mijn best doen. Ik heb echt heel veel zin om leuke dingen te filmen. Dus ik hoop dat jullie er ook naar uitkijken. Ik hoop dat jullie dit ook weer een leuke weekvlog vonden. Beetje chaotisch. Een beetje van alles wat was. Maar ik was natuurlijk ziek en drama. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie in de vakantievlog. Bye.